Jolanda hoort woensdagochtend snoeiwerkzaamheden in de buurt en is er niet gerust op. Dan een afspraak buiten de deur en aan het eind van de ochtend kom ik terug. En ik loop mijn kamer binnen en ik zie dus op het taluut een aantal mannen staan met kettingzagen. En die zijn bezig om de bomen hier om te zagen, gewoon met kettingzagen. Ook een heel groot apparaat stond hier zo, die een oorverdovend geluid maakte en die trok de struiken gewoon de grond uit. Ik ben een discussie aangegaan met de mensen die aan het werk waren. Zijn bomen van ons, hè? Het is Gods geklaagd. Ik vind het echt verschrikkelijk. Wij hebben dit zelf neergezet in overleg met de gemeente. 16 jaar geleden, ja. Met de wethouders van toen. Maar ja, met iemand in discussie gaan die een opdracht uitvoert, daar kunnen we niks mee. En ja, toen was het verdriet was wel heel erg groot. Als hij zag van wat we in 16 jaar tijd hier opgebouwd hebben. Een prachtige mooie natuur, gewoon op een klein stukje, op maar een paar vierkante meter, waar heel veel vogels, vlinders en egeltjes en zo zitten, is in één keer verwoest. De buurvrouw neemt contact op met de gemeente. En binnen anderhalf uur hadden we hier een opzichter van de gemeente, samen met de uitvoerende hovenier, de firma Krinkel uit Wateringen. En die zijn hier toen komen kijken om hoe het eruit zag. En ze gaven inderdaad wel toe dat het iets wat kort was gedaan. Want volgens de regels moest het op 80% worden gedaan. Ik woon zelf in het middelste huis, dat ze nog 8 meter die kant op zouden gaan. Nou, dan was de ellende helemaal niet te overzien geweest. Van binnenkort gaan wij, hopen we dat de wereld zonniger is. En dan zit je heerlijk lekker buiten met een flesje wijn. Maar ja, het is nou meer een bordeel eigenlijk, vind ik. Ja. Ook de buurman is boos. Ik wil zeggen van burgemeester, heeft u vannacht goed geslapen? Heeft u de afgelopen 2 dagen goed geslapen? En ik hoop dat u goed geslapen hebt. Wij hebben al 2 nachten heel slecht geslapen. En als je dit ziet, de ravage die aangericht is, kunt u dat zich misschien voorstellen. Wij hebben de gemeente om een reactie gevraagd, maar omdat politieke partijen vragen hebben gesteld, willen ze pas later commentaar geven.